welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een make-up challenge. Ik ga vandaag een dobbelsteen, mijn make-up laten uitkiezen. Ik heb dus hier een dobbelsteen, die gaat van 1 tot en met 6. Ik heb allemaal producten en per make-up categorie pak ik 6 make-up producten en dan ga ik dobbelen en dan bepaalt de dobbelsteen wat ik ga gebruiken. Om het ook nog extra leuk en extra spannend te maken, pak ik van elke make-up categorie 3 goede producten en 3 slechte producten. Natuurlijk hoop ik dat ik de goede producten kan gebruiken, maar dat gaat 100% niet altijd zo zijn. Maar het is dus aan mij om alsnog gewoon een goede make-up look te maken, ook al moet ik make-up gebruiken die ik misschien niet zo goed vind, of misschien is het niet mijn kleur, dat kan ook. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat de dobbelsteen gaat bepalen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Ik krijg altijd commentaar over dat ik mijn wenkbrauwen nog niet moet doen en elke keer in de video moet ik herhalen dat ik ze gewoon doe, want ik doe ze in elke video. Dus kom maar weer met je comments. Je hebt de challenge niet goed gedaan, want je hebt je wenkbrauwen niet gedaan. Nou, ik heb het al gezegd voor jullie, oké? Dankjewel. Dus ja, ik ben echt super benieuwd hoe het vandaag weer zal gaan. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga eerst beginnen met een van de belangrijkste make-up stappen. En dat is de oogschaduw. Ik heb dus geen idee welk oogschaduwpaletje ik mag gebruiken. Ik heb er al wel 6 gekozen. Ik zal ze even laten zien. 1 tot en met 3 worden de slechte oogschaduwpaletjes. En 4 tot en met 6 worden de goede oogschaduwpaletjes. Nummer 1 wordt dit Smashbox paletje. Smashbox Prism Eye paletje. Echt een super slecht paletje. Heb ik ook al een aantal keer over verteld in video's. Nummer 2 wordt de Essence Rich Side Eyeshadow Palette. Kijk hoe ze knippert, is het niet echt de beste verpakking ever. Ik vond dit paletje wel oké, maar het is absoluut niet het beste paletje die ik ooit heb gebruikt. Dus vandaar dat ik die heb gepakt. En op nummer 3 staat dit paletje van I Heart Revolution. Is gewoon ronduit echt een bagger paletje. Super slecht. Dan beginnen we met de goede paletjes op. Nummer 4, de Warrior Palette van UVS Place. Echt een prachtig paletje. Super goed gepigmenteerd. Echt top. Op nummer 5, Urban Decay Born to Run. Dat is dit paletje. Ook prachtig kleurtje. Super goed paletje. En op nummer 6 staat mijn LA Girl Pro Artistry Palette. En dit is ook een super goed paletje. Ook een heel betaalbaar paletje en een goed paletje. Dus ik ben echt super benieuwd wat het gaat worden, jongens. Oh my god. We gaan dobbelen. Even kijken. Ik moet op een manier dobbelen dat jullie het kunnen zien. Oké, ik heb even gewoon dit bakje gepakt en ik ga gewoon hierin dobbelen. Ik ben zo benieuwd. Alsjeblieft, nummer 4, 5 of 6. Nummer 3. Zien we dit? Nummer 3 houdt dus in echt het meest slechte paletje van alle drie. Ik had nog op zijn minst gehoopt op die van Essence of zo. Laten we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met primer met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ondanks dat het een slecht oogschaduwpaletje is, ga ik toch wel gewoon mijn best doen om er iets goeds van te maken. Dus ik ga ook gewoon goed primen en zo. Ik ga beginnen met deze bruine matte kleur. Met mijn Zoeva 228 Crease Brush ga ik deze aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik hoef jullie denk ik niet te vertellen dat ik gewoon voor een hele makkelijke ooglook ga. Want ja, met dit paletje kun je niet echt heel veel. Dan pak ik de zwarte matte kleur. En met mijn Zoeva 224 kleine fluffy kwast breng ik die een klein beetje aan in de buitenste ooghoeken. Echt maar een heel klein beetje om het gewoon iets donkerder te maken. Ik moet hierna nog een andere video maken. Dus ik hoop op zijn minst dat de make-up er een beetje fatsoenlijk uit gaat zien. Zodat ik er niet in die andere video uitzie als een of ander gek. Dan pak ik deze beetje gouden glanzende kleur. Die pak ik gewoon een klein beetje met mijn vinger. En dan breng ik die gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Oh, die kleur valt lichter uit dan dat ik dacht, maar het is oké. Dan pak ik weer een heel klein beetje van die zwarte kleur en dan breng ik die weer een beetje aan hier. Om het een beetje in te blenden met die glanzende kleur. Kijk hoe slecht dit paletje is. Kijk deze ooglook. Er zit gewoon bijna niks, maar oké. Dan is het tijd voor eyeliner. Het liefst maak ik gewoon een mooie zwarte winged eyeliner. Dus ik heb 3 goede. En ik heb 3 niet per se slechte, maar andere soorten eyeliners. Die ik liever niet opdoe. Nou wordt het andersom. 1 tot en met 3 wordt goed. En 4 tot en met 6 wordt slecht. Ik doe dit gewoon een beetje random. Op nummer 1 staat mijn NYX Matte Liquid Eyeliner. Die is super fijn. Op 2 staat mijn Catrice Brush Ink. Ook echt super fijn. En op 3 staat mijn Huda Beauty Life Liner. En ook deze is top. Nummer 4 is de NYX Epic Eyeliner. Die is prima, maar die is rood. En ik heb niet echt zin in een rode eyeliner. Op 5 staat mijn bruine Benefit Roller Liner. Ook geen zin in een bruine kleur. En ik heb ook hier van NYX de Epic Eyeliner. Ook in het bruin. Deze is en niet de kleur die ik wil. En ik vind hem niet fijn. Dus hopelijk die niet. Dus we gaan weer dobbelen. Dobbel, dobbel, dobbel. Oeh, nummer 3.
Zien we dit? Nummer 3, dat is mijn Huda Beauty Lifeliner. Love it. Wow, de wing is vandaag echt goed gelukt. Ik sta een beetje versteld van mezelf. We gaan verder met mascara. Ik heb weer 3 goede, 3 slechte. De eerste 3 worden goed, de laatste 3 worden slecht. Op nummer 1 staat mijn UMG Cosmetics mascara. Op nummer 2 mijn NYX On The Rise mascara, ook geweldig. En op 3 mijn Makeup Studio 4D mascara. Dan de slechte. Op nummer 4 staat mijn Curl Boss mascara van Lottie London. Deze Action mascara is ook echt super bagger. En ik heb deze W7 waterproof mascara. Vind ik ook niet fijn. Dus we gaan weer dobbelen. Nummer 4. Dat is weer een slechte. Top jongens. Dit wordt mijn Curl Boss mascara van Lottie London. Nou, op zich qua mascara vind ik het niet echt een heel groot probleem dat ik een slechtere moet gebruiken. Want ik ga toch nep wimpers opdoen. Dus whatever. Oh mijn god, deze mascara doet echt helemaal niks. Qua wimpers doe ik mijn Primark wimpers op nummer 747. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we verder. Ben ik weer. Ik ga mijn gezicht primen. Ik heb hier weer 3 goede, 3 slechte. Nummer 1 tot en met 3 wordt 3 slechte. En nummer 4 tot en met 6 wordt 3 goede. Ik ga beginnen met de slechte. Op nummer 1 staat deze Banana Primer van MUA. Vind ik niet fijn. Ik heb deze Hema B Primer olie. Deze vind ik wel fijn, maar ik heb vandaag niet echt behoefte aan een olie. En ik heb de I Heart Revolution Coconut Dream Primer. Vind ik ook niet fijn. Nummer 4 wordt de Too Faced Hangover Primer. Super fijn. Nummer 5 wordt de NYX Honey Do Me Up Primer. En nummer 6 de Catrice Fresh It Up Primer. Ook een goede primer. Dus we gaan weer kijken wat de dobbelsteen zegt. Nummer 5. 1, 2, 3, 4. Oh jee, ik mag mijn NYX primer gebruiken. Daar ben ik wel blij mee. Woehoe. Ik had nog laatst in een video verteld dat ik deze primer vaker wil gebruiken. Dus... dat komt nou ideaal uit dat ik hem nou kan gebruiken. Dan nu echt een hele belangrijke stap. Een van de stappen waarvan ik echt hoop dat ik iets goeds kan gebruiken. En dat is foundation. Want als je hier iets slechts gebruikt, dan gaat dat echt te zien zijn. 1 tot en met 3 wordt goed. 4 tot en met 6 wordt slecht. Op nummer 1 staat mijn Benefit Hello Happy Foundation. Super fijn. De 24 Hour Foundation staat op 2. En op nummer 3 mijn Close Up Foundation van Nabla. Alle 3 super fijn. Op nummer 4 staat deze foundation van Makeup Studio. Deze is fijn, maar absoluut niet mijn kleur. Veel te donker. Op 5 staat deze HD foundation van W7. Deze is echt bagger. En op nummer 6 staat deze Kruidvat foundation. Ook deze is slecht. Dus ik hoop dat het 1 tot en met 3 wordt. Nummer 6... dat is echt het meest slechte van allemaal. Oké. Het wordt de Stay With Me Whipped Foundation van de Kruidvat. Dit is echt zo'n mousse foundation. Oh my god, jongens. Ik heb hem in nummer 040, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Ik weet wel dat in de video waarin ik al die Kruidvat make-up had getest, dat toen ik hem aanbracht was hij best wel mooi. Alleen aan het einde van de dag echt niet meer. Ik breng hem aan met mijn NYX Cosmetics Pons. Ik ga verder met concealer. Concealer kan op zijn minst mijn basis nog een beetje redden. Dus ik hoop dat ik hier een goede mag gebruiken. 1 tot met 3 wordt goed. 4 tot met 6 wordt slecht. Op nummer 1 mijn Tarte Shape Tape Concealer. Super, super fijn. Op nummer 2 mijn Catrice Concealer. Ook geweldig. En op nummer 3 mijn Fenty Beauty Concealer. Alle 3 top concealers. De slechte concealers worden nummer 4. I Heart Revolution Heartbreaker Concealer. Super slecht. Dekt echt niet en is gewoon echt vreselijk op de huid. Op nummer 5 mijn 24 Hour Concealer van MAC Cosmetics. Deze vond ik ook echt niet fijn. Ik vond hem te droog of zo, herinner ik me nog. En op nummer 6 de Too Faced Born This Way Concealer. Dit is wel een fijne concealer, maar absoluut niet mijn kleur. Dit is de kleur Snow, die is echt gewoon letterlijk wit. Ik ga weer dobbelen. Nummer 5. Waarom dobbel ik heel erg slechte dingen? Nou ja, in ieder geval ben ik blij dat het niet de I Heart Revolution concealer is geworden. Ik ga de MAC 24 Hour concealer gebruiken. Ik heb de kleur NC30. Oké,
Oké, ik moet wel zeggen, het is wel echt een fijne concealer. Hij blendt echt goed uit, hij dekt ook wel goed. Alleen ja, is hij gewoon iets te droog voor mijn huid. Ik heb een normale tot droge huid. Maar misschien mensen met een normale tot vettige huid of gewoon een vettige huid, die gaan het misschien wel fijn vinden. Dan losse poeder. Laat ik alsjeblieft nou eindelijk gewoon een goede losse poeder mogen kiezen. Nou heb ik ze een beetje in de war gehaald. Nummer 1 is goed, 2 slecht, 3 goed, 4 slecht, 5 goed, 6 slecht. Ik begin met de goede. Op nummer 1 staat mijn Elf Halo Glow poeder. Deze is fijn. Nummer 2 wordt de meest slechte poeder van allemaal. De W7 Bright Eyes poeder. Echt vreselijk en superveel flashback. Heel mijn gezicht wordt wit-grijs. Op nummer 3 staat mijn Coty Airspan poeder. Super fijn. Op nummer 4 mijn iHeart Revolution poeder. Deze is ook niet fijn. Op nummer 5 staat mijn Makeup Studio poeder. Super fijne poeder. De afgelopen dagen echt vaak gebruikt. En op nummer 6 de Essence My Skin Corrector poeder. Fijne poeder, maar dit is niet mijn kleur. Dit is de kleur Nude 20. Ik heb ook de kleur 10. Die is licht en die is wel fijn. Dus ik gebruik nou dan expres de verkeerde kleur. We gaan dobbelen. 4. Nou kijk, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, natuurlijk weer een slechte. I Had a Revolution Coconut Poeder. Ik weet niet wat het is vandaag, jongens. Het is mij vandaag echt niet gegund. Maar goed, ik ben wel blij dat het tenminste de beste is van de 3 slechte poeders. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga verder met poedercontour. Qua contourproducten heb ik er maar 2 en die zijn allebei goed. Ik heb hier mijn Revolution Contour paletje. Dus het leek me leuk om nou te doen als hij valt op 1, 2 of 3 dat ik het wel mag aanbrengen. Valt hij op 4, 5 of 6 dan mag ik geen contour aanbrengen. Dus dat leek me ook wel een leuk alternatief. Dus dat gaan we doen. Alsjeblieft 1, 2 of 3. Want oh my god, I need a break, jongens. Yes, nummer 3. Kijk. Godzijdank. Oh my god. Eindelijk gaat er iets goeds. Ik ga deze contourkleur gebruiken. En dan pak ik ook deze gele pressed banana poeder voor een beetje onder mijn ogen. Die kan dat daar dan ook een beetje redden. Okay, normaal gesproken breng ik dan nou mijn Max & More Fixing Spray aan. Dus ik ga het weer doen op de manier van net. Valt hij op 1, 2 of 3, mag ik hem niet gebruiken. 4, 5 of 6 mag ik hem wel gebruiken. Dus nou is het andersom. 5. Wat zei ik nou net? Mag ik hem dan wel gebruiken? Valt hij op 1, 2 of 3, mag ik hem niet gebruiken. 4, 5 of 6 mag ik hem wel gebruiken. Ja, dan mag ik hem wel gebruiken, toch? Ja. Nou, ik vind dat ondanks de slechte gezichtsproducten het er toch wel oké uitziet nog. Ik ga heel even snel mijn ogen afmaken met dit fantastische oogschaduwpaletje. Ik pak weer de bruine en de zwarte kleur en die breng ik echt een heel klein beetje aan op mijn onderste wimperrand. Ik begin met zwart en dan blend ik het uit met die bruine kleur. En dan ook weer die mascara voor de onderste wimpers. Ik ga mijn gezicht bronzen. Is echt nodig, want ik voel me een beetje aan de witte kant. Ik heb weer gedaan eentje goed, eentje slecht, eentje goed, eentje slecht. Dus op die manier. Op nummer 1 beginnen we met iets slechts. En dat is mijn ABH bronzer in de kleur Rich Amber. Is niet per se een hele slechte bronzer, maar echt gewoon absoluut niet mijn kleur. Dus deze vind ik niet zo goed. Een goede bronzer vind ik mijn nieuwe Sandert bronzer. Dit is echt een super fijne matte bronzer. Ik wil hem openmaken, maar hij gaat niet open, whatever. Nummer 3 wordt mijn Butter Bronzer van Physicians Formula. Is een super fijne bronzer, maar veel te licht, bijna niet te zien op mijn huidskleur. Dit is ook echt de kleur lighter of zoiets. Op nummer 4 staat mijn Hoola Caramel Bronzer van Benefit. Fantastische bronzer. Op 5 staat mijn Milani Baked Bronzer. Een prima bronzer, maar ik hou niet van baked. Ik hou niet van glanzende bronzers. En op 6 een van mijn beste bronzers. Als je me al een tijdje kent, weet je dat. MAC Give Me Sun Bronzer. Ik hoop op 6, maar we gaan zien. We gaan weer rollen. Nummer 5. Milani Baked Bronzer. We blijven gewoon lachen, jongens. Maakt niet uit. Nou, op zich is het wel gewoon echt een oké bronzer. Maar ja, ik hou gewoon niet echt zo van die glans. Maar het is niet dramatisch slecht of zo. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik kies heel de tijd de verkeerde dingen. Oh my god. Weet je, ik ben ook die persoon die bij de supermarkt altijd in de verkeerde rij gaat staan. Dat ben ik ook. Dus ja.
Oké, blush. Nou heb ik weer gedaan. 1, 2, 3 zijn goed. 4, 5, 6 zijn slecht. Ik ga dus beginnen met goed. Op nummer 1 staat mijn Kylie Cosmetics blush. Echt een van mijn favoriete blushes. Super mooi. Nummer 2 wordt mijn UWG Baked Blushes. Ook echt een toppertje. En op 3 mijn Milani Blush Baked Blush. Dan gaan we naar de slechte. Op nummer 4 staat mijn matte blush van City Color. Prima blush, maar zoals je kunt zien die kleur... veel te veel voor mij. Op 5 staat een cream blush. Het zou echt een fiasco zijn als ik nou deze cream blush op moet gaan doen. Ondanks dat deze cream blush een van de beste cream blushes is die ik ooit heb gebruikt, heb ik al veel te veel poeder aangebracht en gaat het niet werken. En op 6 mijn Essence Matte Touch Blush. Hij brengt mooi aan, maar hij vervaagt na like 10 minuten. 1 tot en met 3. Kom op. Nummer 6. Weet je, heeft het nog wel nut om dit te doen? Ik kan net zo goed gewoon de rest van mijn gezicht gewoon met allemaal slechte producten doen. Want dat is toch wat er iedere keer gebeurt. Ik moet mijn Essence Matte Blush op gaan doen. Dit is by the way de kleur 20 Berry Me Up. Is wel echt een hele mooie lichtroze kleur. Ik kan de naam van de video gewoon veranderen in full face met slechte make-up producten. Tijd voor highlighter. 1 tot en met 3 wordt slecht. 4 tot en met 6 wordt goed. We beginnen met 1. Dat is deze Too Faced highlighter in de kleur You Light Up My Life. Deze is niet zo mooi. Hij is te goud voor mij. Hij is niet echt gepigmenteerd. Deze vind ik echt helemaal niks. Vandaar dat ik hem echt nooit gebruik. Op nummer 2 staat deze Pixie highlighter. Is gewoon een prima product. Maar de kleur is veel te donker voor mij. Dus ik hoop niet dat ik die moet opdoen. En op nummer 3 staat deze Elf highlighter waar echt gewoon niks van afkomt. Dan de goeie op nummer 4. Een van mijn faves van MUA. Deze Light Luster Highlighter Palette. Deze kleur is ook echt super vaak gebruikt. Je kunt het niet echt zien denk ik. Maar er zit ook echt een hele deuk in. Deze is echt fantastisch. Op 5 staat de Milani Baked Highlighter. Ook echt een fantastische highlighter. Deze is zo mooi. En op nummer 6 heb ik gedaan de Wet n Wild x Bradman Rock Loose Highlighter. Ook een hele mooie highlighter. Oké, dus alsjeblieft 4, 5 of 6. Nummer 1. Dat wordt dus de Too Faced Highlighter. Dit is echt zo niet mijn kleur. Kijk, je kunt ook echt bijna niks zien. En de kleur is helemaal zo raar. Ik vind hem echt helemaal niks. En hij is ook echt duur. Ik had hem gekocht destijds op vakantie in Griekenland. Maar dat was echt de meest slechte aankoop ever. Dus ja. Oké, dan de lippen. Nou ga ik ze weer door elkaar doen. 1 is goed, 2 is slecht. Op die manier. Op nummer 1 is mijn Lolita lipstick van Kat Von D Beauty. Deze is super mooi. Een super mooie matte liquid lipstick. Oh, mijn wekker gaat af. Op nummer 2 heb ik een zwarte matte liquid lipstick. Dus... oh my god. Op nummer 3 mijn Kylie Cosmetics Matte Liquid Lipstick. Een hele mooie kleur. Op 4 staat een blauwe matte liquid lipstick. Dus hopelijk deze niet. Op 5 staat mijn Huda Beauty Demi Matte Liquid Lipstick. Deze is ook heel erg fijn en heel erg mooi. En op 6 leek het me leuk om als 6 niks te doen. Dus als hij op 6 valt, mag ik niks doen op de lip. Dus we gaan dubbelen. 5. Oh yes. Eindelijk een keer iets goeds. Oh my god. Ik mag mijn Huda Beauty Demi Matte lipstick opdoen. Dit is in de kleur CEO. Super mooie kleur. Deze is echt super fijn. Fixing spray ga ik doen. Wel of geen fixing spray. 1, 2, 3 wordt wel fixing spray. 4, 5, 6 wordt geen fixing spray. Dus let's do this. Ja, 5. Ik mag geen fixing spray opdoen. Top. Nou, dat ging niet zo goed hè jongens. Ondanks alles wat zo slecht ging, ben ik toch nog wel gewoon tevreden over de look. Het ziet er toch nog wel gewoon oké uit. Ik ga ook zo meteen eventjes naar de stad. Het is toch nog allemaal wel oké geworden. Het ziet er oké uit. Het is niet mijn beste make-up look ever. Vooral de ogen. Dramatisch. Maar omdat het zo dramatisch slecht is dat er bijna geen pigment is, is het gewoon bijna alsof ik niks op mijn ogen heb. Waardoor het weer niet slecht is. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer super grappig om dit te doen. Ik had gehoopt dat het iets beter zou gaan, maar het loopt af en toe gewoon zoals het loopt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!